Vandaag zijn we in Vuhoren en het SG Copernicus organiseert een eigen filmfestival hier. Laten we even gaan kijken. Wat verwacht je van deze avond? Ik heb echt geen idee. Gewoon films kijken. Ik hoop dat die van ons erin komt, maar... Heb je zelf ook een film ingezonden? Ja, zeker. Ja. Ik hoop dat die erin komt. Ja. Was het moeilijk? Ja, het was niet makkelijk, want we hadden best wel een moeilijke groep die niet echt samenwerkte. Dus dat was wel lastig, maar het is uiteindelijk wel goed gekomen. Waar gaat jouw film over? Iemand gaat ergens inbreken en die gaat op iemand die revanche nemen. Hoe lang heb je gewerkt aan je eigen film? Ik denk wel bijna 30 uur of 20 uur. En wat is nou echt jouw motivatie om die film te hebben gemaakt? Gewoon leuk, gewoon plezier hebben. Jullie organiseren een filmfestival en hoe lang doen jullie dit al? Nou, echt al heel lang eigenlijk. We zijn daar een jaar of 15 mee begonnen. En dat werd steeds groter en groter en groter. Het begon eerst met een project in de aula. En het is inmiddels nu iets wat we dus in de View, in de professionele bioscoop, hebben fantastische samenwerking ook mee. En het heeft natuurlijk een paar jaar stilgelegen door corona. We hebben 3 jaar niet kunnen organiseren. Dus het was vorig jaar voor het eerst dat we eindelijk weer dit konden doen. En het was toen ook nog een beetje onwennig voor de leerlingen. Van nou, filmfestival, waar gaat het allemaal over? Dus toen hebben we er eigenlijk opnieuw leven in moeten blazen. Dus nu gaan we er weer voluit vol tegenaan. Ik ben heel benieuwd wat alle leerlingen hebben gemaakt. En ja, wat ik allemaal ga zien. Ik heb echt geen idee. Volgens mij mochten ze van alles maken. Videoclips, trailers, speelfilms, documentaires. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb echt nog geen idee. Fantastisch dat jullie er allemaal zijn. En wat zien jullie er mooi uit. Super. Mijn naam, voor de mensen die mij niet kennen, is Marieke Brouwers. En ik geef op dit vak, op deze school CKV. En naast mij staat... Berkan Kamp. Voor het vak CKV moesten alle leerlingen van HAVO 4 en VWO 4 een korte film maken van 5 minuten. De prijs van de vakjury, de Copernicus, werd gewonnen door de film Vengaza en de publieksprijs door de film Twist.